Dus bijvoorbeeld als er staat, ik weet dat er in het script staat, de mees koopt een nieuwe stoel bij de tweedehands winkel. Dan mag jij wel echt bepalen wat voor stoel dat... Ja, en die staat daar. Ja. 12 euro, hè? 12 euro? Ja. Wie ben jij en wat doe jij voor werk voor Oogappels? Ik ben Maan van de Heuvel, Manuelle van de Heuvel. Ik doe production design van Oogappels. Wat houdt het werk precies allemaal in en waar moet je vooral op letten? Ik ben eigenlijk de binnenhuisarchitect, architect van de film. Nou, hier moeten we dan in 2 uur tijd jouw nieuwe flat schilderen en inrichten. Ja, en ik kan er dus gewoon per direct in. Nou, er moet hier en daar nog wel wat gebeuren, toch? Ja, een beetje schilderen. Dat kan ik zelf wel. Ik bedenk dat, we overleggen heel veel. Ik overleg ze met regie en camera, met betrekking tot licht en kleuren. Wij doen eigenlijk alles, behalve de acteur. Heb je een favoriete locatie of een favoriete metamorfose die je gedaan hebt voor Oogappels? Nou, voor Oogappels, we hebben voor seizoen 1 elk huis verbouwd. Elk huis is een leuk huis geworden. Ja, en hoeveel van die objecten die jullie in die huizen plaatsen en dingen, hoeveel maken jullie daarvan zelf? Hangt van de personage af. Dus jij krijgt dan zelfgemaakte kasten, want jij bent volgens mij best een goede klusser geworden in deze serie. Hé, wat ziet het er goed uit, joh. Ja, het wordt best gezellig, hè? Ja, heel. En krijgen jullie ook wel eens de vraag van, waar hebben jullie dit vandaan? Of, kunnen we dit kopen? Of dat? Zeker. We hebben laatst nog een mailtje over de barkrukken in huis Erik. Maar ja, dat zijn designbarkrukken, hebben we al 10, 20 jaar in bezit. Ja. We hebben namelijk een hele grote opslag zelf, waar we ook continu spullen uithalen. En zo recyclen we heel veel. Hoi, ik ben Sanne. Ik doe requisite en art direction samen eigenlijk rechterhand van Maan. En ik help Luna, dus ik ben eigenlijk regel voornamelijk de spullen en de sets inrichting in overleg met Maan. Dus van een kapstok tot welke kleur muur? Van alles, maar tot, ook van jouw telefoonhoesje tot drinken, eten. Wat gaan jullie eten op de set? Sorry, het is niet echt een feest, man. Maar misschien kun je nog wat van dat over de spaghetti heen doen. Zo'n soort tomatensaus. We kunnen niet bij iedereen een soort van rode pasta eten elke dag. Dus er moet over nagedacht worden wie wanneer. Ja. Er moet nagedacht worden als jullie appen. Zijn we vrienden, hebben we dit keer ruzie? Wat staat er in onze vorige geschiedenis van de appjes? Dus dat soort dingen. Ik stuur de grafische jongens aan, eigenlijk een soort van in overleg met Maan en Jeroen doen wij de coördinatie van alle spullen en zorgen dat Lauw het op de set allemaal heeft. Ik ben Laura, ik ben setdresser. Ik gebruik alles wat Sanne en Luna aanleveren, dus alles wat jullie eten zorg ik dat het warm gemaakt wordt. Ik dek de tafels, als jullie iets op je telefoon doen, zorg ik dat je je telefoon hebt. Jij zorgt ook dat als we bijvoorbeeld een eetscène hebben, dat telkens het bordje weer precies zo vol ligt? Of hoe werkt dat? Moet je daar ook allemaal op letten? Ja, ik let op de continuïteit. Dus als jullie drinken, dan zorg ik dat elke keer het drinken weer bijgevuld is zoals het in het begin stond. Ik ben Luna en ik zorg eigenlijk voor alle handprops en requisieten die op de set nodig zijn. En dat bedenk je van tevoren allemaal en dat zorg je dan dat het op de set is? Ja, we maken eigenlijk een hele lijst van tevoren uit het script met wat wij denken dat er allemaal nodig is. En dan als het eenmaal zover is, dan zorgen we gewoon dat het er komt. Ik ben Jeroen, ik ben eigenlijk een productie dus van het art zelf. Ja. Ik hou me ook een beetje bezig met financiën. En voor de rest ben ik ook runner en ben ik eigenlijk altijd wel op de set aanwezig om toch een beetje goede banen te begeleiden. Nou. Volgens mij zijn we steeds meer naar elkaar aan het groeien en dat zien we ook in bij jullie toch? In het resultaat. In het resultaat, precies, ja. Volgens mij komt het ook goed. Volgens mij worden de huizen en het art department altijd veel geprezen van Oogappels ook. Dat hoor ik steeds vaker, gelukkig ook. En we hebben natuurlijk in Oogappels zijn mensen die verhuizen, jij ook. Dus jij neemt ook weer een deel van je eigen kamer mee. Want dat is logisch, want je hebt liever geld. Ja. Hè, mees? Ja. Dan gaat hij bij Kringlopen op zoek naar andere dingen en dat ligt helemaal bij ons. Daar hebben we moeite veel, er is niet zoveel mee. Nee, want dan is dat kleurenpalet gemaakt. Wij kijken wat we tegenkomen. En daar maken we de balans uit op van wat een leuk sfeertje gaat geven, ja. Dus bijvoorbeeld als er staat, ik weet dat er in het script staat, de mees koopt een nieuwe stoel bij de tweedehands winkel. Dan mag jij wel echt bepalen wat voor stoel dat ja, wordt. Ja, en die staat daar. Ja. 12 euro, hè? 12 euro? Ja. Moet je die stoel zien? Bij de Kringloop, 12 euro. Nou ja, wat leuk.
Ja. Leuk. Ja. Hé, ik heb ook nog een logeerkamer, hè? Als je wil, kan je blijven slapen. Show.